fidget poppet. Oh, wat een weer. Het regent zo hard. Ik zit met Lies in de auto. En waarom wij dit zo doen? Nu ben je helemaal los. Nou, dat vind ik wel heel pessimistisch. Hou ervan. Heerlijk. Ja, maar we zijn gewoon weer naar beneden gegaan. Het is vrijdagochtend, laatste dag voor de schoolvakantie. Yes. En ook de laatste dag dat Mila hier voorlopig in de ochtend is. Hier moet ik echt bij een baby. En is heel lang thuis. Een half jaar. Een half jaar, ja, ook door de schoolvakanties. Sarah is hier gezellig aan het ontbijten. En dat is beelddonker. Zo donker is het helemaal niet. Heel raar. En we gaan over 25 minuten de deur uit. Dus we hebben nog even zo allemaal lekker op tijd. Oh, je hebt weer zo'n fidget. Hoe heet het nou? Fidget pop. Poppet. Een fidget poppet. Nee, een poppet heet het. Ja, maar ik heb wel dat fidget erbij gezien. De nieuwste rage. Sommige snap ik, deze snap ik iets minder. Maar goed, jullie vinden het allemaal helemaal geweldig, hè? Oh, wat een weer. Het regent zo hard. Het is gewoon niet leuk meer. Goed, meiden zitten op school. Het waren snel de klas, want ik had al gezegd, ik moet zo weg. Het is er niet zo weg ben en dan zelf naar mijn afspraak, dan weer niet zo vaak en dan weer naar huis. Dus we moeten echt op tijd weg, want anders zijn we allebei te laat. Zoals jullie heel snel zijn, kan ik zwaaien. En anders ben ik weg. Nou, Sarah was als tweede in de klas. Dat gebeurt echt gewoon nooit. Ze had altijd de klets op de gang. Dat zelfs alle andere ouders zaten van, hè? Sarah in de klas? Ja, Sarah is ook in de klas. Normaal ben ik altijd even de allerlaatste in staat. Nou, daarna Mila gelijk. Dus gelijk onderweg naar huis. En ik moet ook als het goed is weer getaped voor de hooikoorts. En dat is wel fijn, want dat heb ik de afgelopen dagen best wel weer gevoeld. En gemerkt. Dus, en het is als je het vaker gaat herhalen, moet het op een gegeven moment ook tussendoor, zeg maar, zonder de tape langer actief blijven. Dus ik ben heel benieuwd zo of dat weer door gaat werken. Ik zit met Lies in de auto. En Lies mocht rijden, want weet weg. En het is voor mij makkelijker om het adres waar ik naartoe moet gewoon in te voeren. En dan moet ik hem zo wel voor opslaan. Want anders wordt het lastig je ophalen. Als ik niet meer weet waar ik naartoe moet. Nee. Dat is geen goed idee. Ik zet wel een piep overheen of zo. Nou, we zijn over 2 minuten. Dan zou ik het ook precies mooi moeten redden. Nee. Ja, toch? Nee. Het is 11 minuten rijden. Dus, ja. Ja, maar voor mij terug naar mijn locatie is het natuurlijk iets langer rijden. Dan moet ik... Oh. Dat ging wel heel erg in slow motion. Kom dat klepje uit te staan. Normaal zet ik hem iets verder naar achter. Wat wil ik nou zeggen? Maar naar huis is het natuurlijk korter dan waar ik nu naartoe moet. Dus ja. Dan is het iets verder. Maar ik kom er uit. Het grappige op de plek waar Denise heen gaat is... Die is ook gebruikt om de foto's voor Sarah de verjaardag te schieten. Dus ik ben er wel ook een keer geweest. Niet zo afgezet en nu naar mijn afspraak. En waarom wij dit zo doen? Ik heb natuurlijk de auto staan. Ja, een auto staat zo verschrikkelijk veel stil. En een auto is natuurlijk wel een kostenplaatje. Nou kan ik mijn auto natuurlijk gewoon betalen. Maar ja, we wonen vlak bij elkaar. Nies heeft heel vaak de auto nodig, zeg maar. Die wil ook een autootje kopen. Op het moment dat die bij mij stilstaat. Dus zo zijn we eigenlijk een beetje op het idee gekomen van laten we hem dan gewoon delen. En dan... het regent. Het is heel even droog. Dan doet Nies hem elke keer gewoon voller tanken, omdat ik alle andere kosten natuurlijk heb. En dan hoef ik eigenlijk niet meer te tanken. Of bijna niet meer. Tenzij ik echt hele grote stukken natuurlijk ga rijden. Dus dat pakt zij dan op. En dan heb ik verder gewoon mijn auto en de gewone kosten. Dus ze hebben er beide voordeel aan. Het is ook niet dat ze hem heel vaak nodig heeft. Maar het is wel echt makkelijk zo om hem op deze manier te delen. Dus ik vind het eigenlijk wel een goede deal. We hebben er gewoon beide voordeel aan. Alleen ja, net als nu...
dan hebben even die ene keer dat het dan even iets extra in en weer rijden is. Maar ja, die enkele keer dat dat zo is, dat nadeel weegt niet op tegen de voordelen. Dus ja, prima dan. Klaar met de fysio. Nu weer helemaal los. Dat is echt wel lekker, zeg maar. En nu snel weer naar Denise om de op te halen. Die is, als het goed is, rond de tijd klaar dat ik daar aankom. Dus wat dat betreft komt het wel heel mooi uit. Het valt echt precies in elkaar. Want ik kwam ook echt aan bij de fysio pas in een minuut aan de beurt. Nou had hij ook geen afspraak. Ik was ook 2 minuten te vroeg binnen. Dus we kwamen goed uit. En haar afspraak duurt lang, maar dat heb ik volgens mij al verteld. Dus een stukje rijden. Terwijl zo, als ik dagelijks thuis ben, heb ik echt heel weinig tijd voor het Sarah weer op moeten halen. Maar ik kan misschien heel snel even iets doen, maar niet heel veel. Natuurlijk ook even lunch vast een beetje klaarzetten, want we hebben gewoon wat meer tijd. Oh, ik weet niet of jullie het zien, maar kijk zo mooi die regenboog boven dit landschap. Geweldig. Zo zie je het beter. Het grappige is, hier regent het helemaal niet meer, maar daar dus nog wel. En ik hou zo van regenboog. Ik vind dit zo ultiem mooi. Eindelijk, heel verrassend, tijd voor thee. Oh, zo behoefte aan. Het is echt thee zetten, heel snel wat in huis doen, thee drinken en in de school. Ik moet echt even... Thee is mijn koffie, zeg maar. En het is volgens mij al, wat is het? 11:15. Dus ik heb er zo'n trek in nu. Echt niet normaal. Het kleine meisje is weer uit school. Yay. En wij gaan lekker lunchen. Ah. Eet smakelijk, Moppie. Bedankt. Oh, ik zie dat het kastje nog open staat. Maar daar moet de broodrooster zo weer in. Nou, en weet je, ik heb helemaal zelf mijn boterham klaargemaakt. Ja, goed hè? Met... Pindakaas met hagelslag en één met salami. Lekker. Wat zo lekker is. En ik heb geroosterd brood met jam. Oké, ik ben dus nu bij de spelletjeskast. Even kijken, wat zou voor jullie leuk zijn om te kunnen spelen? Wat dacht je ervan? Dus dan... Dobbel. Negen. Nou, dat is 6 dan. 9. Is het niet 6? Nou, 6. 6. Is 36. Dat is een hele zin. Misschien deze even kijken. Even kijken. Het wordt dus uiteindelijk deze. Of even pakken nog. Even speelgoed heb ik, zoals je hoort. Ja, een hele kast voor mezelf. Ik weet het. Een beetje belachelijk. Ander speel. Goed, voor mij staat nog daar. Hoppatee. Even erin gooien. Even erin om heel goed op te ruimen. Dus, oké. Ik leg ze even aan. Ik heb toch nu. Deze, zoals ik je had gelegd. Of deze. Ik ben heel benieuwd. Deze heb ik namelijk in de verf geschreven. Ik denk dat het deze wordt. Dus oké. Zo, dat ik eruit. Oké, ik heb het dus nu aangezet. Even uitzetten. Oké, ik schrik hier gewoon heel erg van. Zoals je wel te horen hebt. Hoor maar even. Hiervan. Oké, deze wordt het dus nu. Dus, wordt dat? Slangen en ladders. Kun jij de ladder vinden? Wel superleuk. En zoals jullie weten, met de Wii
Ja! Oké, mama, maar even. Maar zoals je het weet, heb ik veel spelletjes. Ik speel nu sinds deze heel vaak. Ik vind die heel leuk. En de Wii doet het. Yay! Daar ben ik dus heel blij om. Ik heb er al mee gespeeld. En dit spel wil ik heel hard doen. Dus even vragen, mama. Tot teleurstelling kunnen we geen spelletjes spelen. Ik had er wel heel veel zin in, maar onderweg is het nu. Dus, lopen we maar even dan. Nou, dat vind ik wel heel pessimistisch. Mama. Ik ben een pessimistje. Nee. Oh, maar we lopen wel gezellig. Ja, kietelie. Ja, ik kan het echt kietelie. Ja, dat weet ik. De camera wel even goed vast. Ja, oké. Nog 2 uurtjes. Oh, niet mag. En daar heb je ook nog een uur ging van, dus ja. Zo erg heb je het niet. Bedankt. 16 dagen vrij. Ik heb lekker thee en aardbeidjes. Ik heb flink gebruik gemaakt van mijn middag. Want ik dacht eerst, daar hou ik iets langer de tijd over als ik niet naar school hoef. 10 minuutjes of zo. Maar toen zat ik later te denken. Ik kan gewoon eigenlijk een half uur later de deur uit. Omdat het gewoon het ophalen. Je wil er op tijd staan. Je staat er even te wachten. En dan weer naar de auto. En noem maar op. En nu kan je in één keer doorrijden. Dus ik ga gewoon een half uur later de deur uit. Nou, zelfs nog 2-3 minuutjes later. Want ik was aan het wachten tot de was klaar was. Want dan kon ik er precies nog een was in doen. Die ik dan dadelijk als ik thuis kom. In ieder geval voor Sarah slaapt. Nog op kan hangen en anders zou die nog draaien als ze dadelijk naar bed gaat. En als die nog draait, als ze naar bed gaat, dan gaat ze niet slapen sowieso. Even denken, ik heb trouwens deze trui aan. Die is van Warehouse, als het goed is. Broek, Levi's en schoenen van Guess. Sneaker wedges. En, oh, eigenlijk moet ik mijn tas moeten switchen. Ik had vanochtend echt even snel een tas gepakt die ik van de week had gebruikt. Gisteren heb ik geen tas gebruikt. Naar school stop ik alleen even een paar dingetjes in mijn zak. Maar die tas is echt bordeauxrood. Maar dat ga ik nu niet meer redden. Want dan zie ik daar niks meer van de zwemles. Dan lekker altijd op vrijdag in de auto. Want de Slam Weekend Mix. Jee. Hou ervan. Heerlijk. Ik heb ondertussen zwemles gehad. En in ieder geval Sarah dan. Ik heb gekeken en we hebben wat opgehaald bij de hypotheek. Ja, ik heb eindelijk mijn crème, mijn recept. En nu gaan we zo naar huis, gaan we lekker eten. Je hebt ook honger. Ik ook. Ik heb zin om op de bank te gaan zitten en lekker tv te kijken. Oh, dat snap ik wel. Mogen we een late avond maken, want ik heb 2 weken vrij. Ga ik eens over nadenken. Kijk hoe lief jij nou, bent. Nou, 16 Kijk dagen. Kijk hoe lief jij bent dan, ja, hè? Ja, 16 dagen vrij. Lekker, hè? Vrijdag pasta tijd. Yummy, yay. Ik ging Sarah naar bed brengen, maar toen kwam Sarah langs met Shaina. Even. Ja, je hebt wel een pyjama al aan, maar we zijn gewoon weer naar beneden gegaan. Ja, eindelijk weer beneden. Ze ging weg, toen ging ik Sarah naar boven brengen, maar toen heb ik nog best wel een tijd met ze te praten. Ik heb wel mijn voorhoofd goed schoongemaakt. En nu ga ik de crème smeren, maar er zit ook echt verder niks van de gebruiksaanwijzing bij. Staat alleen maar op 2 keer per dag crème aanbrengen. Dat was het. Nou, oké. Dan gaan we hem 2 keer per dag aanbrengen. En dan gaan we nu de eerste laag doen. Ik weet dus ook niet of je het dik of dun moet doen. Ik denk dat ik het niet te dik dan maar doe. De eerste keer. En dan gaan we het zien. Ik gebruik jullie even als spiegel. En dan echt even goed op deze plekken. Het is toch dikker dan dat ik dacht. Oh. Het valt mee. Zoveel had ik niet meer vinger gedaan. Het blijft gewoon heel wit. En dan zien wat het gaat doen. Ik lijk echt heel oranje maar op het schermpje. Maar het kan ook dat het zo lijkt. Nou, ik merk er in ieder geval niks van. Ik denk, ik weet niet of het gaat branden of iets. Of dat je er eigenlijk niks van merkt. Je moet natuurlijk wat in je huidlaag gaan doen. Ik weet wel dat als je het gebruikt, dat je je huid verder wel echt heel goed met een zonfactor moet doen. Omdat het natuurlijk je huid laag er een heel stuk af gaat halen. In ieder geval, dat zou ik moeten doen. Dus ik ben benieuwd. Ik heb weer lekker een stokbroodje voor mezelf gemaakt. Ik heb een ding gedaan, ik heb nog even tv gekeken.
En nu ga ik lekker slapen. En morgen lekker uitslapen. Eerst van 16 dagen uitslapen. Heerlijk, echt. We hebben ook tot nu toe gewoon geen één planning staan die vroeg is. En daar ben ik heel blij om. En ik moet natuurlijk mijn crème meenemen. Want ik wil wel echt proberen om hem om de 12 uur te smeren. Zo goed mogelijk. Nou, zo zie ik nog niks. Dus ik ga wel zien wat het doet. Ik ga in ieder geval slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!